Schiphol staat op springen, zo kopt de Telegraaf vandaag. Volgens de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, is dit bericht onjuist. Absolute onzin. En kunt u uitleggen waarom? Nou, het verhaal is gebaseerd op het feit dat er een nieuwe kaart zou zijn gevonden met 18 locaties van explosieven. En die kaart is niet nieuw. Die kaart is al minstens sinds 1995 bekend bij de gemeente, maar is ook bekend bij Defensie, ook bekend bij andere organisaties. En er is dus eigenlijk helemaal niks nieuws onder de zon. En hoe groot schat u het gevaar sowieso van het feit dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog daar nog liggen? Nou, in principe heel erg weinig gevaar, omdat we hier als staand beleid hebben, gemeente Haarlemmermeer, dat voordat er een schop de grond ingaat, wij eerst uitgebreid grondonderzoek doen. En dat doen we altijd. Dat betekent dat als er een bouwplan ontwikkeld wordt, er eerst gecheckt wordt of er überhaupt wat in de grond zit. Dat kan aan de hand van heel veel kaarten die we hebben. Want iedereen weet dat er in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk veel bommen rond en op Schiphol, met name Schiphol-Oost, zijn gevallen. We weten dat, dus we houden daar rekening mee. Staand beleid, niets aan de hand. Wat vindt u ervan dat de Telegraaf zo'n artikel heeft geplaatst eigenlijk? Vooral heel erg jammer omdat het onjuist is. En wij noemen dat dan ook een broodje aap.